Goedemorgen allemaal. Vandaag gaan we heerlijke Surinaamse lumpia's maken. Op eigen wijze. Dus ik voeg altijd wat toe of ik haal het af naar mijn smaak. Nou, daar hebben we voor gekocht kipfilet. Die gaan we nu eerst koken. Ik heb een pan opgezet met warm water. Daar gaat nu de kipfilet in. Laten we hem even koken lekker. Dan gaan we hem daarna uit elkaar trekken. Dus we toch een soort poulet kip krijgen. Dan gaan we het water eventjes koken. Dan zetten we de deksel op en laten we hem 10 minuten tot een kwartiertje koken. Terwijl mijn kip opstaat heb ik... twee dubbeldooien opgezet voor mezelf om lekker op te eten. Elke morgen twee dubbeldooietjes. Dan de porseleinen schaaltjes die ik in de kamer heb gekocht. En hoor, ze zijn klaar. Doe ik ze even in het koude water om te schikken en dan ga ik ze nuttigen. De kip is gaar nu. Die gaan we nu uit de pan halen en die laten we even afkoelen. Pak dezelfde tang, maar hou er rekening mee dat je hem wel even eerst met water en zeep weer was. Want je hebt natuurlijk de rauwe kip ermee beter gepakt. En dat voor hygiëne doe je dat altijd eventjes wassen. Hij valt zo uit elkaar, dus dat is heel goed. Ze zijn wel een stukje kleiner geworden, zie ik. Maar dat is voldoende voor mijn lumpiaatjes. Dus we laten ze nu eventjes afkoelen. En dan gaan we ze uit elkaar trekken. Ik heb de kip uit elkaar getrokken, in een schaal gedaan. Ik doe er nu een plastic folietje overheen en dan gaat hij even de ijskast in. En dan ga ik voorbereidingen maken voor de vellen, de lumpia vellen. Die ga ik zelf maken. Ik kon ze ook diepvries kopen, maar dat vond ik niks. Maar ik heb ze ook nog nooit gemaakt, dus dan gaan we even proberen. Dus ik ga dat eerst even proberen en als het me gelukt is, dan laat ik het jullie zien. Maar dit gaat even de ijskast in. Voor de lumpia vellen hebben we nodig 500 gram bloem, 100 gram maizena, mooie die bakjes, kringloop, witte peper, 1 theelepeltje kentjoer, 1 theelepeltje zout, 2 theelepeltjes mosterdsuiker, 2 eieren en 2 theelepeltjes knoflookpoeier. En daar gaan we dus de vellen mee maken. En natuurlijk water. We hebben 800 ml water nodig. Kousenbond gesneden en gewassen. Folietje overheen, die zetten we ook even in de ijskast. Ik heb laurier bladpoeder nodig. Dat heb ik niet. Dus wat ga ik doen? Ik ga dan een beetje laurierbladeren, die heb ik fijn gemaakt en die ga ik zelf fijn malen. Ik ga de vulling nu maken. Daarvoor nodig heb ik uien, knoflook, peper, kousenband, spitskool, soepgroenten, tauge, fijngemalen laurierblad, kentjoer, zeezout Himalaya en knoflookpoeier. En natuurlijk een beetje olie. En de kipfilet. Die gaan we nu klaarmaken in de wok.
We hebben de wok aangezet, we hebben de olijfolie ingegooid. Nu ga ik eerst de knoflook er even in gooien. Ik kan die niet verbranden. Daar gaan we gelijk het mengsel van de peper bij. Oh, wat ruikt dat lekker. Dat laat je zo een half minuutje tot een minuutje even bakken. Tot het goed door elkaar gaat die smaken. En dan gooi je de uien erbij. Dan gooi je de uien erbij. Dan meng je ook goed eventjes. Dan laat je een minuutje, anderhalf minuut eventjes staan zo. Nadat je het een minuutje, anderhalf minuut hebt laten bakken. Ga je de kousenband erbij gooien, want dat duurt het langste dat hij gaar is. Die hooi erbij. Dat is ook het duurste ingrediënt. Portie kousenband, 4,50. Nee, 4,95. Dus ze gaan er allemaal in, de laatste stukjes. Zo. En dat meng je ook even goed. Je gaat een heel lekker vullinkje worden, dat ruik ik nu al. Zet het vuur iets lager. Als je brandt het. Nu gooien we de zout, de kentuur en de knoflookpoeier erbij. En het lalierblad. Dan gooi je de witte peper bij. Blijven wokken. Daar gaan we de spitskool op gooien. Soepgroenten. Dat duurt ook wel aardig lang voordat dat gaar is. Dat meng je even goed en dan gooi je de taugé erbij. Als je even op hebt laten staan, dan gooi je dus de taugé erbij. En dat meng je ook weer goed. Als je dat hebt op laten staan een minuutje, 2, 3, 4, dan gooi je de pulled chicken erbij. En dat ga je goed mengen. En dan is onze vulling klaar.
Die doen we even in een grote kom. En dan laten we hem lekker afkoelen. Tot we dus de pannenkoeken gaan maken, want je moet hem de koud inrollen. Laat hem wel even goed uitlekken in een vergiet. Dus hoe droger er is, hoe beter. Anders gaan je lumpia's lekken. Wat ik dus doe zo meteen om de vulling goed droog te krijgen, neem ik een grote schaal. Daar leg ik een vergiet in en daar gooi ik dus mijn vulling in. Dan heb ik het vocht onder in de schaal. Eigen ideetje. Vulling is klaar. Die laten we lekker even afkoelen. Ga ik een bakje koffie even nemen. En als die zo afgekoeld is, ga ik de pannenkoeken maken. We gaan nu de vellen maken. Dan neem ik deze pan voor. Dat is een hele grote koekenpan. Hoeveel die is, weet ik niet. Ga ik zo eens even opmeten. En dan gaan we het de dog maken. Of het deeg, hoe je het nu noemen wil. En daar gaan we de platen van maken. De pan is 33 centimeter breed. Binnenkant 31. Dus we krijgen dus vellen van 31 centimeter. Zo, ik heb de vulling in een vergiet gedaan een tijdje. Er kwam al wat vocht uit, maar wat ik altijd nog even doe dan. Even aandrukken een beetje. Dat er toch nog wat vocht uitgaat. Zo. Kijk hier, er komt toch nog wat vocht uit. Zo, klaar. Dan gaan we de deeg maken en dan gaan we de vellen maken. We gaan eerst even het deeg samenstellen. Ik heb het meel 500 gram heb ik in de schaal gedaan. Dan gaan we dus 100 gram mazeen erbij gooien. Een theelepel Himalaya zout. Twee theelepels kentjoer. Knoflookpoeier. En een beetje bruine suiker. En natuurlijk twee eieren. En nu komt 800 ml water bij en dan gaan we mengen. Nadat je beslag een minuut of 10 hebt laten rusten, doe je het nog één keer eventjes goed mengen. En dan gaan we het in een vergiet gooien, dus tot alle klontjes eruit zijn. Inmiddels heb ik een stuk of 30 stukjes bakpapier gesneden. Die doe ik tussen de platen. Dan kun je ze makkelijker pakken. Ik heb het beslag door een zeef gegooid. Er zat geen klontje in, dus perfect gemengd. De pan opgezet, een bord neergezet. En tussen elk vel gaat er een bakpapiertje. Nou, mijn eerste plaat is mislukt. Valt toch even tegen of die pan is te dik. Maar we gaan het gewoon nog een keer proberen. Nou, nu is het wel gelukt. Ik heb er al één klaar, we zijn nou met de tweede bezig, dus ik heb nog wat te gaan. Jullie zullen dadelijk het aantal zien. Ik ga niet continu filmen, want dat heeft geen nut. Nou, het gaat uitstekend. Ik heb er al een aantal gemaakt. Kijk, we zijn nu bezig om hem te rollen. Wat ik doe, is dus een beetje vulling erin. Dan vouw ik hem dubbel, dat is heel eenvoudig. Eenmaal, twee, drie. En dan rollen en een beetje eiwit aan het einde, als een soort slijm. En dan krijg je dit. Dus ze zien er grandioos uit. Nou, het zijn 19 lumpia's geworden. Ik heb twee keer beslag moeten maken. Ik heb nu een papje gemaakt van ei, mazena en een beetje water. Daar ga ik ze in dompelen. En daar gaan ze in het hete olie. Dat staat nu op de lak. Ik heb er heel goed heet worden. En dan gaan we zien of het lukt, het afbakken. Het vet moet goed heet zijn. Die is 180 graden. Dus daar ben ik nu... Kijk. Zijn we dat eventjes aan het meten. Dat duurt 105, dus dat moet even nog opstaan hoor. Dat duurt nog even. In de tijd dat het vet op staat te warmen, dat staat nu op 170. Heb ik pindasaus gemaakt.
Want ik vind het lekker een lumpiaatje met pindasaus en een beetje sambal. Ik heb er 2 in gedaan. Te proberen is even misschien tot de 3 in kennen, maar 2 heb ik wat meer ruimte. Dus kijken hoe ze eruit komen. Nou, en dit zijn ze geworden. Deze is met pindasaus, die gaan we nu lekker nuttigen. Ik zou zeggen, bedankt weer voor het kijken. Ga dat zelf ook proberen als je daar zin in hebt. Of niet. Koop je ze lekker in de winkel. Abonneer je als je het een leuk filmpje vond. Geef een duimpje omhoog. Ook als je het leuk vond. Of niet. En tot de volgende keer weer. Hè. Bedankt voor het kijken. Doei!